We gaan nog een stapje verder. We gaan ze uitnodigen nu. Stuk voor stuk. En praten met hen. Want je wordt betaald. Je wordt betaald door het volk. Je wordt betaald door het land. En daartegenover staat er een prestatie moet werken. Dat is onze opstelling. En we gaan die lijn volgen. En we gaan kijken hoeveel bereid is om te werken. En dan is er een commissie, een presentiële commissie, personeelse aangelegenheden, die dat gaat toetsen, alles gaat toetsen. En als blijkt daaruit, kijkt u hoe ver we gaan, meneer voorzitter. Als blijkt dat daaruit onwettige, onrechtmatige handelingen zijn verricht, dan zeggen we, dit is niet voor bestuur. Dit is niet voor bestuur en hier mag bestuur niet mee bemoeien. Dat is een andere macht die daar een stukje verantwoordelijkheid heeft, namelijk de onafhankelijke rechterlijke macht. Mogen praten met een ieder, Lixer Naman, meneer voorzitter. Dus qua personeel, ik hoor al, ja, maar wat ga je doen, waar is jullie plan? Dit is het plan voor wat betreft personeel. En die commissie die geïnstalleerd is, is op een donderdag geïnstalleerd. En die commissie heeft doorgewerkt. En maandag had ik de eerste aanbeveling van de commissie. Dat is de afgelopen maandag, voorzitter. Eerste twee aanbevelingen. En beide aanbevelingen zijn dinsdag door mij overgenomen en in vorm van besluiten van de president doorgeleid naar de Raad van Ministers. En één is namelijk al, want geen enkel minister weet wie de mensen zijn die een arbeidsovereenkomst hebben. Men kent ze niet. Maar ze komen er wel op. Allerlei lijsten voor. Nou, dat is de eerste maatregel. Laten we daarmee alvast beginnen. De mensen aanzeggen. Dat is de wet. We gaan ons houden aan de wet. Dit is opzegtermijn. We gaan alvast aanzeggen. Dan gaan we zien wie ze zijn. En dan gaan we vervolgmaatregelen treffen. Tweede is, namelijk, dat er nog heel wat personen in het systeem zich aanmelden elke dag. Missieven komen elke dag binnen. En die moeten nog in het systeem gaan. We hebben gewoon even aanhouden. Laten we alles rustig onderzoeken. Dat zijn de twee eerste maatregelen. Om goed te onderzoeken, om geen onzekerheid te creëren, om rechtszekerheid te verkrijgen, maar ook om te zorgen dat er een toetsing plaatsvindt, meneer de voorzitter. Dus zij die vragen, ja, maar wat gaan we doen? Maar ook het volk dat ongeduldig wordt en het volk dat ons geplaatst heeft en elke dag vraagt, maar ja, regering, wat ga je doen? We gaan het doen, maar op een goede wijze, op een correcte wijze. Vanmorgen, voordat we hier naar het parlement zijn gekomen, meneer de voorzitter, een regeringsraadvergadering gehad hebben, waarbij duidelijke afspraken zijn gemaakt tot en met 15 september. Regeerprogramma 2020-2025, waarin een geïntegreerd pakket aan maatregelen gepresenteerd zal worden. In samenhang, coherent, in een tijdlijn uitgezet, wat uitgevoerd zal worden in drie fasen. De urgentiefase, de stabilisatiefase en de groeifase. Van hieruit zal afgeleid worden de beleidsplannen van de ministeries, de verschillende ministeries. Met ook dezelfde tijdfase en de prioriteiten die nodig zijn om het land uit de crisis te halen. En als laatste dat ze uit hun beleidsplan hun jaarplan moeten afleiden. En dat zal in feite het pakket van maatregelen zijn voor de urgentiefase. En dat er daarin geen zaken opgenomen gaan worden die ons niet uit de crisis gaan halen. Dan moeten die zaken opgeschoven worden voor na de 9 maanden, na die urgentiefase. Voor de zeer korte termijn. We hebben het al eerder gezegd en we gaan het vandaag benadrukken. Namelijk dat onze aandacht zal liggen op de 1. Aanpak van de financiële crisis. 2. COVID-beheersing. En 3. Aanpak van die armoede. En hiermee is direct een vraag beantwoord. Wat gaan we doen met die personen die bewust door een verkeerd beleid in een armoedige situatie zijn gebracht? Ja, binnen de Raad van Ministers komt er een onderraad speciaal belast met aanpak van het armoedevraagstuk. Er is al een team aangewezen om samen met de private sector, en gelukkig zien we heel wat bedrijven zich aanmelden,
die bereid zijn om samen met de regering dat armoedevraagstuk aan te pakken middels het bezorgen van pakketten voor die kwetsbare groepen, voor die individuen die dat nodig hebben. Maar ik luister naar meer dingen. En gelukkig hoor ik dat aan beide kanten. Namelijk, laten we de problemen voor het volk gaan oplossen. Ik hoor ook aan de kant van de oppositie, laten we het samen doen. Waar het grote nationaal belang vraagt. Namelijk, dat we deze drie prioriteitsgebieden samen moeten aanpakken. Met de samenleving, met de private sector. Met ook de vakbonden. Het is dringend vereist, meneer de voorzitter, dat we bij de beheersing van deze drie crisisgebieden elkaar vinden om die maatregelen te gaan treffen. En dat we daarbij zoveel mogelijk die politieke verschillende inzichten terzijde moeten schuiven. Het gaat om het land, het gaat om het volk van Suriname. En dat heb ik al benadrukt in mijn inaugurele reden. Meneer voorzitter, ik ga het nogmaals benadrukken. Kopura volk uit Apina. Laten we alle maatregelen treffen. En ik begrijp dat bepaalde maatregelen niet goed overkomen. Of verkeerd uitgelegd worden. Al dan niet bewust. Maar we gaan met een pakket aan maatregelen komen. Welke zodanig gedoseerd gepresenteerd zal worden op een tijdlijn. Waarbij de kwetsbare groepen zeker niet getroffen zullen worden. Maar zeker zullen overleg plegen met de vakbonden, met bedrijfsleven. Om met de juiste timing al de maatregelen uit te voeren. Uiteindelijk met als één doel dat die economie gaat herstellen. Dat wij weer een stabiele situatie gaan hebben waarop wij dan kunnen voortborduren ons beleid in de stabilisatiefase en werken naar groeifase. We horen ook namelijk optreden. We horen zelfs sterke geluiden, hard optreden. We hebben altijd gezegd, wij van de regering, we hebben verantwoordelijkheid. En wij zijn onderdeel van het systeem waar er in ieder geval sprake is van scheiding der machten. En wij van de regering onderdeel vormen in de trias politicas. Enerzijds als wetgevende macht samen met het parlement. Aan de andere kant als uitvoerende macht. En de rechter als de onafhankelijke rechterlijke macht. En het parlement als de wetgevende macht. En dat is waarachter we staan. En dat is ook wat we willen, namelijk scheiding der machten. Dat wij bestuur garanderen. Goed bestuur garanderen, sterk bestuur garanderen, integer bestuur garanderen, transparant bestuur garanderen. Maar wel alles moeten doen dat datgene wat op het bord moet horen van de onafhankelijke rechterlijke macht, dat die daar wel moet belanden. En dat is wat wij bedoelen met goed bestuur, transparant bestuur en uitleggen, meneer voorzitter. Dus wat de aanpak betreft, hebben wij als regering een faciliterende rol. En daarom hebben we de presidentiële werkgroep in het leven geroepen om te kijken wat de status is van die anticorruptiewet. En wat voor maatregelen nog meer getroffen moeten worden. En u ziet wat we doen als regering. Bewust zetten we een advocaat-generaal namens de procureur-generaal als voorzitter van de werkgroep. Omdat we onze verantwoordelijkheid kennen. Meneer voorzitter, de anticorruptiewerkgroep heeft niet alleen een faciliterende taak, maar ze moeten direct maatregelen voor ons voorbereiden. Zoals hier ook voorgesteld, dat er een meldpunt moet zijn waar corruptiegevallen gemeld kunnen worden. Dat er een beleid moet zijn voor aanpak van de corruptie. Maar dat er ook instituten moeten zijn en regelgeving moeten zijn om dat op een rechtszekere wijze te doen. Ik heb goede voorstellen gehoord, ik heb goede ideeën gehoord. Aan beide kanten. Dat is wat ons bindt. Dat als we kijken naar de toekomst, dat er een grote uitdaging voor ons ligt. Dat we ook luisteren naar die ondersteuning die gegeven wordt aan deze regering.
Dat er ook een crisisbegeleiding zal zijn. Dat is wat we willen. Namelijk dat we geplaatst zijn door het volk van Suriname. Om die volksbelangen daar te behartigen. En als wij die regering zijn, dan zijn we de regering voor elke Surinamer. Ongeacht wie je bent, ongeacht wat je politieke kleur is en ongeacht wat je afkomst is. En dat we moeten opkomen voor de belangen van alle Surinamers. Meneer de voorzitter. Dat is waarvoor we zijn. En ik vraag het parlement om door te gaan, om de regering constant ter verantwoording te roepen. En we zullen beschikbaar zijn voor het parlement. Maar aan de andere kant is er een regeerteam dat dag en nacht werkt. De voorzitter, tijdens na precies 3 weken. Precies 3 weken. Maar als u kijkt wat we gedaan hebben in de 3 weken, dan geeft het al aan dat we daar gekomen zijn met een zware verantwoordelijkheid. En de crisis die we hebben aangetroffen, we gaan het oplossen. Ik geef u de garantie, we gaan het oplossen. We gaan het samen oplossen. We gaan het met de nationale gemeenschap oplossen. We gaan met de internationale gemeenschap oplossen. Dat is de plicht die we hebben als nieuwe regering. En we gaan het doen, zoals dat eerder aangegeven, planmatig. En in nauw overleg met alle betrokken stakeholders, meneer voorzitter.